Oefeningen in Genot gaat over een seksuele revolutie aan het eind van de middeleeuwen. Vooral in de lage landen en dan ook in het bijzonder in de steden. Het zijn veel onbekende teksten die ik daarvoor geraadpleegd heb. Ook beeldende kunst. En dan niet in de sfeer van vieze boekjes of vieze praatjes. Maar juist topauteurs en topschilders in die tijd geven zich ook over aan enorme erotische opwindingen. Je ziet dat al meteen aan het nieuwe woordgebruik. Want ze moeten woorden uitvinden voor dingen waar nog geen woorden voor bestonden. Bijvoorbeeld labbermuilen en smakkebekken. Dat staat voor tongzoenen en daar was nog geen woord voor. En ook pannenkoeken als werkwoord. En dat betekende dat je zo dicht mogelijk op elkaar ging liggen. Dat is allemaal bevrijding uit de restricties van de kerk. Die de paring heeft veroordeeld tot alleen maar het voortbrengen van kinderen. Het mag ook alleen maar op bepaalde dagen. En voor de kanalisering van lusten. Dat kan het best in het huwelijk. Maar verder voor het genot of voor fijn, dat kan niet. Dat is een enorme opluchting. Dat men barst eruit. Maar daarna volgt ook weer meteen een terugkeer. Allerlei restricties opnieuw. En dan zijn er nogal wat overeenkomsten met de seksuele revolutie in onze tijd, uit de jaren 60, 70, en de gevolgen daarvan tot nu toe. Heel opvallend. Er komt in de 16e eeuw censuur, de badstoven, de bordelen moeten dicht. Maria mag niet meer in kerken hangen, daar hing ze overal met haar blote borst. Het kind voedend moest verwijderd worden. En ook zei men, kijk, God grijpt in, want geslachtsziekten herkent men in die tijd. Men ziet dat als straf. Nou, dat doet onmiddellijk denken aan wat er gebeurt bij ons. Na de jaren 60, 70, dan krijg je ook die verpreutsing, zoals men wel zegt. Die beperking. Eerst in die revolutie ook nieuwe woorden. Rampentampen, kan ik me uit mijn eigen jeugd nog wel herinneren. Maar ook dat is teruggekeerd. Verandert er dan nooit wat op dit terrein? Maar natuurlijk wel. Wij zijn geen kopieën van het verleden. Wij zijn erfgenamen. Dus er verandert een heleboel. Maar hoe dan? Zijn er ook vaste waarden? Zijn er archetypen? Is er de menselijke natuur die deep down altijd dezelfde dingen heeft? De discussie van MeToo is zowel in de late middeleeuwen als nu zeer streng te vinden. Maar hoe moet je dat dan interpreteren?